Let's go! Duiken! Oké, dit is wel sick, man. Er is een hele wereld dus onder Hyrule ook nog. Link is aangekomen in Goronstad. En ik denk dat we gewoon lekker hier naar beneden gaan springen om uit te gaan vinden welke Goron we hier zoeken. Knal die duimpjes omhoog, vergeet niet te abonneren, want dat zou ik super leuk vinden. Laten we eens even kijken. Goronstad. Wie is hier allemaal? Wat ben jij aan het doen, vriend? Oh, je bent lekker aan het eten. Klanten binnenhalen is met te veel gedoe. Het is te cool voor vuurbestendige uitrusting. Daar koopt toch niemand Goro? Nou, dat zou wel handig zijn voor mij. Het is geen goede marketing, jongen, dat je zegt dat niemand het wil kopen. Ik bedoel, misschien kan ik het voor een bodemprijsje krijgen. Hey, yo, wat moet dit allemaal kosten dan? 1200 roepies? 700 roepies? 1400 roepies? Dat is in totaal 3300 roepies. Hij wil ook niks verkopen. Hij wil alleen maar steenbout vreten. Lekker, joh. Dus ik moet meer dan 3000 roepies hebben? Ja, dat gaat hem natuurlijk nooit worden. Zoveel kan ik niet verdienen. Ik heb niet zoveel shizzles. Dit gaat helemaal niet hard zo. Ik heb bijna niks van waarde. Nou ja, ik heb 700 muntjes nu. Yo, dan kan ik in ieder geval het antivuurpanzer kopen. Je verkoopt dit met korting. Het is alsnog 700 roepies. Dude, wat is dit voor korting? 1400 muntjes. 2600 roepies. Ik heb 2600 roepies nodig. Hoe kom ik daar ooit aan? Nou, misschien komen we daar nog achter. Maar wat gebeurt hier allemaal? Ben je nu ook al gek geworden, Crane? En ik had je nog zo gewaarschuwd geen steenbout te eten. Dus de reden dat iedereen zich zo vreemd gedraagt is de steenbout die direct de Junobo delft, toch? Waar zitten jullie allemaal over te fluisteren, Goro? Oké, de steenbout is over datum. Oh, daar komt de meester Goron. Wie is dit? En kijk, we staan daar. Zijn jullie aan het kleppen over steenbouten? What up, my man? Dit is Junobo, de directeur van Junobo BV. Oké, je hebt je eigen bedrijf? In steenbout? Of... Het gaat niet goed met hem, hè? Hij moet naar een ziekenhuis. En niet zo voor om zorgen te maken. Er ligt iemand knock-out. Iedereen moet naar hem toe komen. Oh my god, deze zijn zo klein. Je moet hun niet bang maken. Dit zijn mini-Gorontjes, jongen. Die zijn nog super klein. Hallo, mijn naam is Link. Oh, rustig aan, jongen. Ik kom je helpen, hè? Ik kom in vrede. Kijk eens wie we daar hebben, Link. Je bent zo klein dat ik je bijna over het hoofd zag, Goron. Dit is Bluto, die met die grote baard. Die zegt, Junobo, wat is dat voor een welkom? Zo praat je niet tegen gasten. Baas, ik bedoel Bluto. Zo te horen ken jij je plaats niet, Goro. Yo, gaan jullie ruzie maken of zo? Ja, ze zijn nou ruzie aan het maken weer op dit moment de basis in Goronstad. Een Slergo, dat kleine mannetje, zegt Junobo BV. En Junobo vraagt wie heeft dat opgericht. Directeur Junobo. Oh my gosh, Junobo zegt tegen Bluto met die baard dat hij niet meer nodig is hier. Doe eens niet zo oneerlijk. Wat brengt jou naar Goronstad, vraagt Junobo aan mij. En Link begint uit te leggen wat er met Zelda is gebeurd en zo. Link wil weten of er iets vreemds gebeurd is. Prinses Zelda, ik hoorde dat ze vermist was, maar ik ben wel verrast dat ze nog steeds niet gevonden is, zegt Bluto met de baard. Haar mooie blonde manen herken je uit duizenden. Of vraagt de kleine kotetje zegt, blonde manen, wat betekent blond haar? Ah, die dame waar directeur Junobo steenbout mee verhandeld heeft ook zo. Haar. Dat had de kleine koten niet mogen zeggen van Junobo. Goronstad is een toonbeeld van vrede. We hebben niks te maken met problemen of prinses Zelda, zegt Junobo. Ik vind Junobo minder aardig. Volgens mij is Bluto veel toffer. Junobo gaat weer steenbout delven. Ik kan haar niet laten wachten. Wie bedoelt Junobo met haar? En Bluto zegt, nee, hier komt geen steenbout meer naartoe. Oh, wat was dat een scheet? Zit je nou te ruften? Oh nee, het was zijn rug. Hij moest even zijn ruggengraat verlengen. Kom op, Sergio Ulfrak. We gaan terug naar het hoofdkantoor van Junobo BV. Oh my god, dit zijn zulke zakenmannetjes, hè. Maar misschien kan ik ook wel heel veel steenbout vinden om het te verhandelen. Bluto die zegt, alles was hier prima totdat hij Junobo BV oprichtte voor steenafgravingen. Sinds we dat doen zijn Junobo en de jongeren veranderd. Niemand werkt meer, ze zitten de hele dag niks te doen. Ze proberen zelfs anderen op te lichten omdat ze zo graag steenbout willen. Is het een soort van drugs of zo, deze steenbout? We moeten naar het noorden van deze stad. Oh, daar gaat zijn rug weer. Zijn rug is weer kapot. Kijk, hun ogen zijn ook niet oké, gewoon. Oh, hier kan ik ook diamanten kopen, maar ja, ik heb geen geld meer. Maar volgens mij is het inderdaad een soort van drugs, man, deze steen. Is niet oké. Kijk dan, hier zijn allemaal stenen en dingen die je kan kopen. Maar volgens mij is hier echt een goudmijntje in de buurt. Ik moet die stenen zelf gaan vinden.
Oh, de wapensmid is nog wel oké. Okay. Ongelooflijk, dat Heliaanse blondje laat maar de raarste dingen maken. Wat, ben je iets voor Zelda aan het maken? Rohan was bezig met de steenpletter te maken. Een eeuwenoud wapen, vol traditie. Zo, dit is wel een ziek wapentje trouwens, maar die mag ik niet pikken van hem. Oké, we moeten dus hier naar het noorden toe. Ik ben even naar de tempel gewarpt. Zo, daarboven is nog een tempel trouwens. Helemaal daarboven. Ah, dat komt de andere keer wel. Hallo allemaal. Het mijnkarretje van deze Dugby staat hier vast. En het mijnkarretje moet naar Gorgondië. Nou, kan ik het mijnkarretje niet gewoon voor jou hierop zetten dan? En dan knallen we er toch gewoon een motor aan. Zo. Hier, probeer het nu eens. Ik help je gewoon. Later. Ik ga gewoon met je mee. Let's go. We gaan samen. Ja, we gaan samen. Super vet. Kijk ons gaan. Oh, Tulin komt ook mee. Althans, de geest van Tulin. Hoppakee. Oh, we zijn nu ook bij Unobo BV. Ik denk dat ik hier sowieso naartoe moest. Nu ik het einde van het spoor heb bereikt, hoef ik alleen nog maar Gorgondia te zoeken. Oh, we zijn hier nog steeds, Goro. Dankjewel voor deze Zonanium energiebol. Maar wat is deze Gorgondia? Waar hij het over heeft. Anyways, dit is inderdaad waar ik moet zijn. Volgens mij moet ik hier in deze grot zijn. Hallo, meneeren. Hey, jij bent die gast van eerder. Degene die directeur Unobo kent. Directeur Unobo is nu net bezig met de aankoop van meer steenbout van die blonde dame. Niemand mag naar binnen gaan. Maar Slago vindt die dame maar niks. Het ligt vast en zeker aan die steenbout dat iedereen zich zo raar gedraagt. Inderdaad man, jij hebt het door. Dat rare masker wat Unobo draagt, heeft hij ook van die gekke dame gekregen. Volgens mij is dat niet Zelda, dat kan niet. Dit is een andere persoon, een andere blonde dame. Als ik je doorlaat, kun jij de directeur dan zeggen dat hij geen steenbout meer moet delven? Kijk, deze kinderen zijn het niet mee eens met wat die Unobo aan het doen is. Maar inderdaad, dat ga ik proberen, ja? Het is alleen wel super heet in de grot. Het zou gevaarlijk voor je zijn als je op deze manier gaat. We moeten vuurbestendige uitrusting hebben, ja. Moet ik dan alles hebben of is het genoeg als ik één dingetje heb? Hier, ik heb er één. Het lijkt erop dat ik gewoon naar binnen kan. Oké, dat is top. Yo, Unobo. Huh? Het is wel Zelda. Ik dacht even dat er een fake Zelda was of zo, maar dit is wel Zelda. En waarom? Moet dit dan gedolven worden of gedelft worden? Gedolven is volgens mij geen woord. Ofrak zegt Unobo, stop daarmee. We willen dat je dat masker aandoet, zodat we onze vertrouwde directeur weer terugkrijgen. Unobo zegt, jullie twee. Ja, hun twee. Hun snappen het tenminste. Zij houden wel rekening met het klimaat, Unobo. Kijk wat jij aan het doen bent. Oh, maar Zelda, wat ben jij aan het doen hier? Ik snap jou niet. Zelda, waarom wil je dit? Oh, Unobo wordt lijp. Unobo wordt helemaal lijp. Hoofdpijn, denk ik? Oké, hij heeft nu ook van die rode ogen. Prinses Zelda heeft gelijk, iedereen wordt blij van steenbout. Raaah! Moet ik met hem vechten? Unobo, doe eens even rustig. Hier, ik doe een bombloem op je hoofd, hè. Dat ging niet. Ik kon geen bom hier gebruiken. Oh. Even naar de zijkant springen straks. Hoppakee, pak hem. Oh, lekker, ja, dit was top. Oh ja, zijn masker is bijna kapot. Oh, even wegwezen. Kan ik nu schieten of niet? Het helpt niet. Ik kan hem helemaal niet schieten. Oké, kom maar. Hoppakee! Ik raak hem niet meer. Ik raak hem niet meer. Au. Jongen, niet doen. Volgens mij moet ik hem tegen die stenen aan laten ketsen. Oh my god. Oh, waarom raakte ik hem de eerste keer wel? Ik sloeg hem toch? Moet ik hem op zijn rug slaan? Ja, oh, nee, ik moet hem gewoon heel vaak slaan. Of ik moet even een ander wapen pakken, dat kan ook. Hier, ik pak dit sterkere wapen, misschien dat het dan sneller gaat. Unobo, rustig aan, G. Rustig aan. Pak hem. Ja. Dit was genoeg, denk ik. Ja, ik had gewoon een ander wapen moeten pakken. Unobo, hoe gaat het met je ogen? Ga je nu stoppen met het steenbouw te delven? Wat heb ik gedaan, zegt hij. Ja, kijk, de koters zijn weer blij met hem. Siro, Ofrak, wat is er in hemelsnaam gebeurd? Het laatste wat ik me kan herinneren is dat ik het masker van Prinses Zelda opzette. Maar waarom zou Zelda dat masker aan jou geven? Ik moet met haar spreken om het hele verhaal te achterhalen, Goro. Oh ja, waar is Prinses Zelda? Nou, die staat daar buiten schijnbaar. Maar waarom zou ze zoiets raars doen? Oh nee. Oh nee, het staat op instorten. Wegwezen hier. Kom op, rennen. Oh nee. Wat is dit? Het is helemaal ingestort. Yo, gaat het met iedereen goed? Geen gewonden? Nee, ik leef nog. Ik ben oké. En hier weer dat mysterieuze gouden licht, hè? Unobo zegt, wat is dat?
Ik dacht dat ik iets hoorde. Prinses Zelda is buiten de grot. De rest is nu even niet belangrijk. Ico zegt, ja, die blonde vrouw, was dat Zelda? Ik moet haar naar dat vreemde masker vragen. En ook over Steenbout. We moeten hier snel vandaan, zodat we achter haar aan kunnen gaan. Alleen mijn rolaanval kan die rode stenen bij de ingang stuk maken, Goro. Maar wanneer ik aanval, kan ik niet zien waar ik naartoe rol. Link, leid me in de goede richting. Ja, we hebben een nieuwe kracht die we gaan gebruiken. Yinobo's vuurkracht. Let's go, Yinobo. Lekker, man. Oké, nog een keer, denk ik. Misschien dat we ook deze nog kapot kunnen maken. Nee, oké, dat doet niks. Trouwens, hier aan deze kant is ook nog een grote steen. Let's go, we maken alles kapot hier. Bam! Maar jammer dat ik hier niks van krijg. Ik hoopte op heel veel opalen en zo. En diamanten, maar helaas. Let's go! Oké, yes, we kunnen naar buiten. Laten we snel achter Prinses Zelda aangaan. Kijk, ze rollen met z'n drieën. Prinses Zelda? Wat? Ik zie haar niet. Hé, is ze... Oh, is zij nu daarboven? Wat is dat voor rode damp die uit de berg des doods komt, Goro? Weet je dat niet meer? Vraagt Ofrak. Jij was degene die zei dat de rode damp gevaarlijk was en dat we er niet dichtbij moesten komen. Dat was rond de tijd dat kasteel Hyrule opsteeg en de ontwrichting plaatsvond. Hier was ook een aardbeving en je dacht dat de berg des doods opnieuw zou uitbarsten. En toen je terugkwam van die berg, toen droeg je dat masker. Ah ja, hij weet het weer, hij weet het weer. Ik zag Prinses Zelda bij de krater van de berg des doods. Ze sprak tegen me en gaf me dat masker. Maar betekent dat dat Prinses Zelda dan in de berg des doods woont? Nou, ze is hier niet, maar misschien is ze daar naartoe gegaan. Yinobo gaat Zelda zoeken. De twee koters mogen niet mee. Maar zullen we anders samen gaan, Yinobo? Link, kom met me mee naar de berg. Ja, precies. Ja, let's go. Dat was de bedoeling. Helemaal daar naar boven. Ja, maar jemig, hoe kom ik daar zo hoog dan? Ja, ik vind het allemaal goed. Als ik gewoon wat saffieren, opalen en diamanten mag vinden, hoor. Oké, hier, misschien ligt hierin wat. Dit is de grot van Yinobo BV van de oostelijke richting. Ja, deze kunnen we kapot slaan. Barnsteentjes. Die zijn niet superveel waard, maar wel iets. Oh, daar hebben we er weer een. Hoppakee. Wegwezen. En jij ook. Hotseflots. Kom op, Goro. Kom op, Tulin. We moeten ze pakken. Die is weg. Nu die nog. Lekker. Huts, bats, bats, bats. Oké, deze is wel wat sterker. Pak hem. Lekker, pak hem. Heel goed. Hotseflotsie. Weg! Weg! Nice! Oké, dit was een Hoblin blijkbaar. Wel echt vet dat ze ons allebei nu helpen. Zowel Tulin als die andere makker. Oké, laten we eerst naar beneden gaan. Ik ben heel benieuwd wat hier allemaal ligt. Ja hoor, daar is weer zo'n beestie. Ik weet nog steeds niet wat ik hiermee moet. Hoppakee, weer een bubbel kikkerkristal. Beter zit hier wat goeds in. Ja, nog een opaaltje. Oké, we gaan naar boven. Hoppakee. Dit is echt een vet grote ruimte, man. Ik kan eigenlijk hem gewoon nu al die stenen overal kapot laten maken, denk ik. Super handig. De tempel van Isisin. Dit is een tempel die eeuwenoud kwaad vasthoudt en zuivert. Moet ik nu in mijn Naki vechten? Let's go, pak hem. My god, deze Zonoid is kapot sterk. Ik heb andere wapens nodig voor hem, sowieso. Is dit iets wat ik kan gebruiken? Is dit een bom? Ja, hè? Ja. Ja, moet ik hem alleen er wel mee raken? Hier, kom dan. Hij ligt naast je, vriend. Hij ligt naast je. Boom! Lekker! Pak zijn wapen. Lekker! Zo doen we dat. Hots, bab. Wegwezen met jou. Ja, we moeten dus alle zonoiden hier verslaan. Oké, bro, jij wil mij slopen, hè? Jij wil mij bommetjes op mijn hoofd gooien. Ik weet, ik had het beter kunnen doen, maar... dan maar zo, hoor. Zit jij nou gewoon stenen op mij te gooien? Pak je cel. Oh my god, ik viel bijna kapot naar beneden. Wat ligt hier? Hier liggen nog meer pijlen. Daar is er nog één. Die is kapot. Daarboven is er nog één. Die moet ook kapot. Die zit ook een beetje pijlen op mij te schieten. Ik raak hem wel aardig goed, moet ik zeggen. Hier, in je oog. Oh, of net niet. Deze dan? Kom op, Link. Kom op, Link. Come on, Link. Heel goed. Oké, we gaan naar boven, we gaan naar boven. Nu deze nog. Hotseflots, ook in zijn oog. Oh, ja, lekker. Ik heb nog steeds wel een goed wapentje bij me. Maar deze zijn wel sterk. Jullie komen nu samen, hè? Niet oké. Niet samen, niet met z'n tweeën komen. Eentje raakt mij. Eentje is bijna kapot. Die andere is ook bijna kapot. Eentje is kapot. Ik heb nog één pijl. Ik heb geen één pijl meer. Oké, come on. Kom op. Oh, hij heeft dat wapen. No!
Ik sprong nog net weg. Hij had zo'n bom in zijn hand. Ik wilde wegspringen. Ik weet niet, ik sprong een beetje weg. Misschien dat dat nog hielp. Oh, dit was zo close. Ik zag die bom in zijn hand niet. Ik had gewoon op die bom moeten schieten natuurlijk. Vet leuke tempel. Oké, maar we moesten naar die berg. Daar, in de verte. Oké, we gaan lekker. We zijn er bij een soort van. Oh, zitten jullie nou ook aan die meuk te eten? Stop daar eens mee. Dit is helemaal niet goed voor je. Wat? Dit is een raket. Je kan... Oké, ik weet niet wat jullie hier allemaal aan het bouwen zijn, vrienden. Maar het ziet er sick uit, moet ik eerlijk toegeven. Moeten we hier naar binnen? Ik denk niet dat dit is waar we naartoe moeten. Ofwel, dit is de mijntunnel in de berg des doods. Ik dacht net dat er hulp was gekomen, maar het is maar een heiliaan. Grote, de rails zijn kapot gegaan. Niks zit hier. Wat gruwelijk erg, bro. Hij is boos, jongen. Wij moeten hem in zo'n mijnkarretje zetten. Nou, is prima. Hier, ga maar erin. Geef hem even een duw, jongen. Hotseflots. Ik heb hem in de lava laten vallen bijna. Misschien ligt hierachter nog wat. Iets wat we kunnen gebruiken. Ah, kijk, ja, raketten. Zeker wel. En een motor. Maar ik ga in ieder geval hier een raketje nu aan vastmaken. Ga lekker zitten, jongen. Ik moet wel zeggen, ik durf er geen klap tegen te geven. Maar ik durf er wel op te schieten. Oké. Werkt dit nu wel? Nee, dit werkt nog steeds niet. Hij gaat echt super zacht nu. Misschien moet de punt van de raket dan de andere kant op of zo. Dan ga ik wel gewoon slaan. Oh, kijk. Daar gaat hij. Ja, dit moet goed zijn, toch? Oh, shit. Dit was heel vet. Yo, ben je nou blij? Wil je een steenbout als bedankje? Nee. Een grote zonanium energiebol. Ik had liever een diamant of zo. Yo, maar nu wil ik ook iets bouwen met een raket. Oké, dan moeten we die raket hier aan de achterkant zo neerzetten, denk ik. En dan moet deze eigenlijk schuin op een berg of zo. Oké, we gaan gewoon iets proberen hier. Yo. Maar dan de volgende keer gaan we omhoog. Ja, het was wel vet. Het was wel een goede poging. Die raketten gaan wel op. Dat is zo jammer. Zouden we deze ook hierop kunnen zetten? En kan dit dan ook aan of zo? Oh ja, kijk. Oh, dit is nice. Dit is nice. Let's go. Haal dat rotsblok weg. Nice. Oké, en dan? Nu zitten we vast. Zo, eens even kijken of we zo naar de top van de berg kunnen komen. Oh, ik zie allemaal enemies weer daar. Oké, pak hem. Lekker! Hot ziek idee! GG! Ja, kijk, dit gaat wel soepel. Dit gaat wel nice. Pak die vogels! Lekker gedaan! Oké, ik weet niet waar je helemaal naartoe gaat, maat. Maar ik zie je zo wel weer terug, denk ik, hè? Ja, kijk, daar komt hij alweer. Oh, daar is zo'n gekke octopus. Die kunnen we ook pakken. Nice! Ja, oké, we gaan op zich lekker. We zijn bijna bij een tussenstop, zo te zien. Oké, Goron, pak hem! Heerlijk gedaan. Ja, we zijn er. We zijn soort van boven. Soort van. Nog niet helemaal. Maar wel soort van. Oh, stop. Stop. Kom terug. Oh, enemies. Hoppakee. Pak hem. Je hebt niks op mij, jongen. Hier. Kom maar. Je zwaardje is al weg. Mijn matties rekenen af met die andere. Ik help nog wel even, hoor. Haha. Ja, toch is deze kracht ook wel vet, hoor. Van deze Goron. Is ook wel weer een baas. Kijk, als ik dit nou aan mijn mijnkarretje vastmaak. Zo. Ja, kijk, dit is wel gek om zo'n mijnkarretje te hebben. Ik ben benieuwd of ik het dan ook gewoon zo doorheen kan. Lukt dit? Nee, we moeten nog wel onze mattie gebruiken. Nou, dat doen we dan gewoon. Kijk, maar die voorkant van die mijnkar, die kan misschien deze meervluisjes ook wel slopen. Nou ja, of ik doe het gewoon weer met mijn maat. Dit is wel vet, hoor. Dit is wel weer cool gedaan. Love it. Voelt net een beetje kalf, dude. Ik moet gewoon al die enemies zo uit de weg schieten. Daar zijn ze. Kijk. Oh, ik sta in de fik. Oh, mijn voorkant staat ook in de fik. Oh, dit is wel jammer. Dit is jammer. Oké, deze moet precies tussendoor zo, dat hij ze allebei raakt. Top. Ja, kijk, we zijn er. Link, daar zegt Unobo. Daar, hier tussen? Oh, hij rolt alvast vooruit. Het is deze kant op, zegt hij. Ja, heerlijk, die mijnkarretjes. Nu hebben we niet hoeven te klimmen. Oh my gosh, wat is hier allemaal gebeurd? Het ziet er niet goed uit. Kan jij mij meer vertellen over deze vulkaan? Ik denk het wel. En dat gaat hij doen in de volgende aflevering. Ik vond het weer super vet en ik hoop jij ook. Als je dat vond, doe duimpje omhoog. Abonneer als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik je gewoon weer bij de volgende video. Mazzel!